Hi, met Boas. Goedemorgen Boas, spreek met Tom Bremer van Tom's Creek. Goedemorgen. Heb je wel eens gehoord van Tom's Creek? Ja, ik heb er wel van gehoord, maar ik heb er nog nooit gevist. Ik heb een challenge voor jou. Ja, leuk. Laat maar horen. Als jij bij ons komt vissen, moet je op elke vijver een vis vangen. Mm-hmm. En als je het niet haalt, dan mag je bij ons al onze huurengels repareren. En dat zijn er nog wel eens wat. Maar jij bent natuurlijk ook wel zo'n goede visser dat het jou wel lukt natuurlijk. Ja, vast wel. Nou, dat is dan afgesproken. Volgende week, kun je dan? Op woensdag, ja. Nou, zie ik je volgende week, Boas. Ja, tot dan. Tot dan. Ja, de meeste betaalwateren hebben maar 1 of 2 vijvers. Dus die challenge die ga ik sowieso winnen. Kat in bakkie. Welkom bij Tom's Creek. Ja, dankjewel. Ja, ik ben benieuwd naar je vijver. Of zijn het er meerdere? Ja, dat zie je zo meteen wel. Okay. Ja. Dit is forelvijver 1. Dit is forelvijver 2. Dit is forelvijver 3 met allemaal grote zalmforellen. Dit is avonturenvijver 6 met steuren, meervallen en karpers. Dit is avonturenvijver 5. Dit is avonturenvijver 3. In avonturenvijver 4 zwemmen ook steuren, meervallen en karpers. Dit is de karpervijver. In deze avonturenvijver nummer 2 zitten steuren, meervallen en karpers. Dit is de laatste vijver, de 11e vijver. 11 vijvers, waar ben ik aan begonnen? Ik zou je adviseren bij de forelvijvers te beginnen. Daar is het nu het rustigste. Dan heb je nog een beetje kans om, om wat te vangen. Ja, ik zou beginnen daar. Yes. Even een Polaroid bij, dat maakt het toch wel een stukje makkelijker om de forellen te spotten, denk ik. Als ik nu gewoon een groepje van een stuk of 8 van die forellen vind, ja, dan moeten we er nu wel snel vinden, want we hebben nog aardig wat vijvers te gaan, helaas. Oh, ik zie er hiervoor eentje liggen. Dat is een wilde. Nou, dit was 5-1. Nou, gauw op naar de volgende dan. Even gauw onthaken en dan een fotootje en dan doei doei. Die grotere vissen zijn toch wel een stukje moeilijker te vangen. Die zijn ja, toch veel voorzichtiger denk ik. Zo, een spartelweest. Hoppa. Dat is het betere werk. We zijn nu met een klein lepeltje aan het vissen op de forel. En ik probeer hem zo'n mooie gouden te vangen nu. Als dat werkt, zou wel heel leuk zijn natuurlijk. Oh, ja, hij is weer los. Ik had er een, maar hij schiet weer los natuurlijk. Zoals altijd. Ik ga hem een stukje lopen. Nou, dit kan nog eens een lastige vijver worden dit. Hij mist hem de hele tijd. Nou, hij zat erbij, hij miste hem 50 keer. En toen dacht hij van, nou, nu ben ik er klaar mee. En toen, bam. En deze vijver moet hij eigenlijk wel in het water onthaakt worden. Omdat het een catch-and-release vijver is. Nou, op naar de volgende. We gaan nu naar de steurvijver. Ik gooi nu even een handje pellets bij. En dan nu zou het in theorie zou het moeten lukken. Maakt dan ook niet uit wat ik vang, want de afspraak is zeg maar gewoon iets vangen in een vijver. Het is een iets statischere visserij dit.
ja, met die forellen hou je nog een beetje in en dan moet je een beetje lopen, maar dit is gewoon eigenlijk gewoon pennen. Oh. Ja. Dat ging snel, joh. Hij trok hem mooi onder. Mooie zwarte steur. In Engels staat krom, joh. Helemaal tot de handvat. Hoppa. Nou, deze vijver is ook al gelukt. Hij is best zwaar nog. Het is een Nakariusster en die zwem hier niet zoveel. Dus dat is eigenlijk best wel bijzonder. Hij is heel breed ook. Dan gaan we zo snel mogelijk weer door. En gelukkig ligt die vijver hier lekker dichtbij. Hele rustige aanbeet. Heel langzaam. Hoppa. Nou, dat ging echt binnen 2 minuten, joh. Zo. Ja, dit gaat even duren. Nou, ik heb nog steeds niet gezien wat het is. Maar het vecht behoorlijk. Oh, ja, hij zit erin. Toppie. Weer een Siberische steur. Hoppa. Ja, dat was al vijver nummer 7. Dus nog 4 te gaan. Ik doe er zeg maar op haka's. Doe ik gewoon een pellet en een. We vissen met een best wel klein haakje. En die is ook weerraakloos. Dus dan is het goed om veel spanning te houden op de lijn als je hem aan het drillen bent. Want anders schiet hij zo eruit. En dan doe ik ook een wormpje op de haak. Want dat geeft dan toch die extra. Dat extra geur en nog wat beweging eraan. We vissen hem nu eigenlijk best wel heel dicht bij de kant, omdat hier een stroompje zit. En dat is toch wel een beetje een hotspot voor die vissen eigenlijk. Dit is een diamantster en die is eigenlijk heel anders getekend en heeft een ander kleurtje. Maar het zijn ook eigenlijk gewoon prehistorische vissen, dus eigenlijk is er eigenlijk, heb ik gewoon een soort dino in mijn hand. Ze kunnen dan ook wel 150 jaar oud worden, dus dat is ook wel een aardig tijdje. Hoe gaat het? Nou, gaat goed, ik hoef nog maar 3 vijvers. Dus, nog 3 vijvers? Ja. Oh, dat is wel balen, want we hebben nog zoveel hengels die gemaakt moeten worden. Ja, dan moet je dan toch maar zelf gaan doen, ben ik bang. Het is een iets moeilijkere vijver. Er zit wat grotere vis op. Nu zie je ook dat de grote vis, dat trekt wel mensen, zeg maar. Iedereen wil natuurlijk die grote vissen vangen. Het zijn ook niet de meest stille vissers, volgens mij. De tijd begint een beetje te dringen nu. Wat nou, als jij hier gaat staan, dan ga ik pakken een hengel en dan ga ik gewoon in een andere vijver vissen. Ja, in het filmpje dan? Ja, film maar gewoon die dobber, vinden ze ook wel leuk. Ja, en als je beet hebt, moet je mij maar roepen, ja? Ja, hi, met mij. Hey, het wordt laat vanavond. Nee joh, hij zit hier al een half uur, maar hij vangt niks. Nou, mag ik het oplossen? Ja, ik ben nu een dobber aan het filmen, maar er zit natuurlijk geen enkele kijker op te wachten. Ja, precies, dan moeten we alle hengels repareren. Ja, een stuk of 20, dus dan weet je het wel. Nou, het wordt misschien wel vannacht. Tot straks. Thank you.
Ja, we hadden net beterkamer, maar had mij niet geroepen en sloeg zelf aan. En dan raad je het al. Mis, hè? Sorry. Nou, ik ga even een ander stekje proberen, want het is hier nu een beetje dood. En dan, hopelijk, dan zit ik daar op een wat dieper stukje. En dan dat ze daar allemaal liggen. Oh, hij zat er aan. Ik voelde hem. Kijk, ik snap het niet meer. Ja, ja. Nou, dit was zeker de moeilijkste vijver tot nu toe. Als ze nu niet losschiet, tenminste. Ja, kom maar. Kijk, heel mooi. Ja, dan moeten we heel snel door naar de volgende. Nou, zitten we midden op het water nu. Nou, ik begin nu wel een beetje koude voeten te krijgen. Ja, ja. Heel, heel langzaam duwt hij weg. Nou, net nu mijn chocomel dat er is natuurlijk. Nou, hopelijk is de drill niet te lang dan, anders wordt hij koud. Hoppa. Kijk. Ja, nog maar één vijver. Ja, de laatste vijver is op karper. En daar heb ik even de method feeder bij gepakt. Daar werkt toch wel goed op, wat kleinere karpertjes altijd. Ja, het is bijna sluitingstijd, dus het gaat recht ontspannen nu. Je moet snel bijten. Hangen. In de laatste paar minuutjes kreeg ik een flinke tik. Ik dacht van ja, ik gooi hem maar gewoon ergens random heen. En dan zien we wel. Maar ja, het levert toch iets op dus. Het is echt net voor sluitingstijd. We hebben echt ziek veel geluk, want iedereen is al weg. Er zijn nog een paar mensen. Ja, ik ga Tom even teleurstellen, zo met 11 foto's van vissen. Het is me echt net op het nippertje gelukt om elke vijver een vis te vangen. Hier, ik heb alle foto's. Yes. Ja, dit zijn de forelvijvers en dan hier de avonturenvijvers. Mooi in de karisteur. Super. Ja. Was die makkelijke avonturen 5 en 6? Ja, die was nog wel aardig pittig, ja. Ja, dat dacht ik al wel. Nou, aan het werk dan maar. Succes, man. Ja, dank je.